130 jaar Zevendaagse Adventisten in Suriname is een teken van vasthouding aan geloof en duurzame groei voor de Surinaamse gemeenschap. Gedurende de afgelopen 130 jaar heeft de kerkgenootschap niet alleen haar geloofswaarde uitgedragen, maar ook actief bijgedragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de Surinaamse samenleving. Daarom zijn de activiteiten in verband met de viering van het jubileum vooral gericht op promoten van een gezonde levensstijl, zei voorzitter van de Zevendaagse Adventisten Suriname, Guno Emanuelson, tijdens een vanmorgen gehouden persconferentie. Emanuelson zegt dat de Adventisten doorgaan met het blijven creëren van bewustwording over een gezonde levensstijl op zowel mentaal, religieus en fysiek gebied. Tijdens de komende 2 weken, in principe beginnen wij op aanstaande vrijdag 26 juli, zullen wij ook op die manier onze herdenking van 130 jaar vieren. En we hebben gemeen dus om op diverse wijze de gemeenschap weer van dienst te zijn. We beogen op die manier trouw te zijn aan onze missie. En dat is dat wij niet slechts het evangelie verkondigen wat betreft geestelijk opzicht, maar geloven dat Christus, dat God ook geïnteresseerd is in elk onderdeel van de mens. Lichamelijk, niet slechts geestelijk, maar ook lichamelijk, verstandelijk, sociaal en anderszins. In de komende 2 weken zal het kerkgenootschap teruggeven aan delen van de gemeenschap in de vorm van diensten, kennis en sociale steun. In de toekomst hopen de Adventisten zich nog meer in te zetten voor het gemeenschapwerk. Tot zover de binnenlandse berichten in het journaal.